Ik begon met koken toen ik 15 was. Mijn oom was kok. En ik vond het altijd heel mooi uitzien en gaaf uitzien. Die grote mannen, witte jassen, witte sloven, die grote hoed. Ja, dat, en gewoon creatief je lekker je werk kunnen doen. Gewoon bezig kunnen zijn, je eigen ding kunnen doen. Ga je dat hier zo pakken? Kom eens met je hand. Pak je inderdaad niet aan de kersttaart van, ja. En daar trekken. We zijn hier, zo zijn we in Koot, bij de kersenhut. En dat is een vrij bekende teler. En we gaan hier zo de kersen plukken voor ons gerecht in het restaurant. Hier zo werk ik in mijn eentje. En als het heel druk is, dan komt er wel eens een oud collega die me komt dan helpen. Maar over het algemeen doe ik het alleen. Ja, elke dag eigenlijk komt er al leveranciers op mijn vlees na. En dan van begin af aan beginnen we weer. De sausen staan dan wel al klaar, want anders ga ik dat niet redden. Maar dat is eigenlijk elke dag is alles weer opnieuw. Dat alles vers en goed is. Ja? Het gerecht is eend, tamme eendenborst. Met eigen jus. En daarbij kersen, mais, meerdere vormen, dus polenta, de mais komt zelf, licht afgebrand, popcorn, gele snijboon, groene snijboon en dan met lapsang soushing, dus de gerookte thee. Alle smaken heeft het ook qua voor de mond, want de polenta is crème en het is gebakken. Er zijn heel veel verschillende soorten mondgevoel zit erin. Ik vind het heel erg leuk als mijn dochter ook in de keuken staat. Ze is ook heel regerig. Kijk papa, thee ganzen, dan kun je ganzenleven maken. En ze wil het ook proeven. Mijn advies aan Rebecca als zij ook de keuken in zou gaan, is er veel lol in hebben en er zelf blijven. Dat is heel belangrijk. Gewoon er veel lol in hebben. Want je staat meer in de keuken dan dat je eigenlijk privé bent. Ja, daar gewoon veel lol in hebben. En als ze dat niet hebt, dan moet ze dat ook niet doen.